Wat zijn jouw plannen voor Valentijnsdag? Ik dacht dus dat ik deze première had. Dus nu heb ik geen plannen, maar mijn vriend vroeg of ik uit eten met hem ging. Dus ik denk dat ik dat ga doen. Ik denk lekker in bed liggen, lekker knuffelen. Ja, ja, dat doen we eigenlijk altijd. Als, we die kleine, als die kleine bij opa en oma slaapt, dan... Ik denk dat ik ergens een hotelletje ga reserveren en gewoon ga chillen. En dat moet ik allemaal nog regelen. Dus, maar of ik word verrast. Kijk, dat wil je natuurlijk als vrouw. Ik hoop ook verrast te worden, maar het wordt lastig, want ik moet werken. Dus. Ja, dat ga ik nu tegen jou zeggen, wat ik in gedachten heb. Nee, dat ga ik niet doen. Wat zijn jullie plannen voor Valentijn? Of is dat nog heel erg geheim? Oh, goede vraag allemaal. Ja. We hadden namelijk een etentje gepland, alleen ik wilde het misschien verschuiven naar vrijdag. Daar hadden we nog een discussie over, want ik heb misschien een ander feestje op zaterdag. Het wordt vrijdag of zaterdag, maar we gaan het sowieso vieren. Nou, wij plannen nooit iets. Wij plannen nooit iets. Ik heb de hele dag moet ik werken, misschien lig ik gewoon in bed alleen. Ja, heerlijk, Netflix aan, zak chips erbij, komt helemaal goed. Ik heb vast leuke plannen voor Valentijnsdag. Maar daar wil je niet over uitweiden? Daar ga ik niet over uitweiden. Dat is heel spannend, oké. Okay. Nou, ik moet werken, helaas. Maar ik ga ervan uit dat we 's avonds wel gewoon gezellig kaarsjes aan en lekker met elkaar zijn.